die doodgaan zijn waar geen kleine kinderen of mensen die hoofdbejaard zijn of een allergie hebben, die zouden kunnen sterven. Normaal volwassen mensen gaan niet dood in de beet van een spin. Bovendien vallen spinnen niet uit zichzelf aan. Het zijn juist weglopers. Ook leven ze niet in groepen. Daarom lijkt het verhaal van de Indiaanse spinneninvasie een tikje opgeklopt. Er zijn dus geen spinnen die op dat formaat bij elkaar kunnen leven en mensen aan hun hoofd. Spinnengif is vooral een prooi te verschalken. Sommige gif wordt zelfs gebruikt in medicijnen. Tijd dus om de angst voor spinnen te overwinnen. En dat kan heel snel. Je monteert wat quotejes van de Amerikaanse president achter elkaar, zet daar een muziekje onder en dan krijg je dit. Suzanne, wat gaan jullie doen? Nou, dit is de leukste versie die ik tot nu toe gehoord heb.